Ja, vandaag staat de roos in het zonnetje, in al haar facetten. En in de voorbesprekingen ben ik achter allerlei dingen al gekomen die, waar ik het bestaan niet van wist of die ik ook niet verzonnen had. Dus ik heb er zin in. Jij ook, Sas? Jazeker. En ik wou gewoon beginnen met de rode roos, want wat is er mooier dan een rode roos? Ja, prachtig symbool. Ja, prachtig symbool van de liefde. Van de eeuwige liefde natuurlijk. Ja. En ja, een bos rode rozen geef je eigenlijk ook niet zomaar aan iemand. Hè? Er zit toch altijd wel een beetje een betekenis achter. Nou, dit is een rode roos. Centifolia. Hè? Het lijkt wel of die 1000 blaadjes heeft. En je ziet wel, het is een hele geheimzinnige plant eigenlijk, een roos. Laat niet zomaar het diepste van haar hart zien. En misschien dat ze daarom ook bij de liefde hoort. Dat is ook een heel proces om je diepste te laten zien. En de rode roos, van oudsher gebruikt voor liefdesaanbidders natuurlijk. Maar wat veel mensen denken is, rozen zijn vurig, rozen zijn heet. En als je dan kijkt naar de energetische kwaliteiten, is een roos juist koel. En helemaal niet warm dus. En droog. En daar gebruiken we roos voor. Het is een verkoelende plant. Daar komen we straks nog op. Super mooie roos. Hele mooie roos. En wat vinden we van de geur? Ik ruik helemaal niks. Nee, ruik nergens naar. En dat heb je dus wel vaker met rozen. Dus doe altijd even de geurtest voordat je een prachtige roos kiest die nergens naar ruikt. Nou ja, dat is natuurlijk wel ook een plezier. Dat ziet er heel mooi uit. Ja, maar ik wil die lekkere geur erbij. En hoe keken mensen vroeger tegen de roos aan? Nou ja, op heel veel verschillende manieren natuurlijk. Maar misschien leuk om een klein stukje voor te lezen uit de Taal der Kruiden van Mellie Eldert. Dat is een kruidenvrouw, die is 101 geworden. Ja. Wauw. Ja, niet gek hè? En zij zegt: de roos verschijnt daar waar het aardse leven ten volle en harmonisch zich ontplooit. De witte roos drukt het zachte, weldadige en de rode het vurige temperament uit. Als een bruid rozenknoppen draagt, is dat passend, want de volheid der aardse liefde moet nog voor haar opengaan. Hoeveel soorten rozen zijn er eigenlijk? Nou, er zijn ontzettend veel soorten rozen. En in heel veel landen kun je ze ook vinden. Sommige landen, daar worden ze echt gekweekt. Bijvoorbeeld Bulgarije is bekend. Egypte is ook heel bekend. En ook in Nederland hebben we allerlei soorten rozen. Dit is dan een wilde roos. En die hebben we ook in verschillende kleuren. Dus het zijn ontelbare soorten. En is de klaproos ook onderdeel van die familie? Ja. Heel leuk bedacht, maar nee, helaas is het geen familie, want de klaproos hoort bij de papavers. Ik zal het je laten zien. Die heeft maar 4 bloemblaadjes en een roos heeft er 5, althans een wilde roos. En dat is een heel groot verschil. Als je 4 bloemblaadjes hebt, dan ben je meer het aardse type. Maar 5 bloemblaadjes, ja, dat is overstijgend, hè? Dat is een tafel met nog iets extra's. Dat is een schaap met 5 poten. En zo wordt de roos ook gezien. Die helpt je eigenlijk om uit het aardse te stijgen en naar de hogere sferen te komen. Ja, roos kan je heel breed inzetten. Het is natuurlijk ontzettend leuk om het ergens door een thee te doen, want je hebt die leuke roze bloemblaadjes en het ruikt lekker. Dus alleen al als je dat ziet in thee, dan krijg je een goed humeur ervan. We gebruiken het ook bij depressies, voor mensen die niet lekker in hun vel zitten. Maar daarnaast heeft het ook echt een geneeskrachtige werking. Het is een vochtafdrijver, dus je gaat er wat extra van plassen. Dat is fijn voor mensen die vocht vasthouden. Het helpt ook om de groei van stenen in de nier of in de blaas tegen te gaan. En verder is roos een ontstekingsremmer. We gebruiken het uitwendig, gaan de blaadjes op een ontstoken plek of op zonnebrand, maar ook inwendig als mensen ontstekingen hebben om het lichaam wat koeler te maken. En er zitten veel looistoffen in, die zijn samentrekkend, dus die zorgen ervoor dat de weerstand van de celwandjes hoger wordt en waardoor je minder gevoelig wordt voor ziektes. Wat je ruikt, dat is etherische olie. En etherische olie die wordt ook weer voor van alles gebruikt. Met name is het natuurlijk de geur, hè? Dus het ruikt naar roos. Een hele kostbare geur trouwens. Weet je, doe eens een gokje, hoeveel kilo rozenblaadjes voor 1 liter etherische rozenolie? Nou, misschien wel 300 kilo.
Nou, doe er nog maar een nulletje bij. Wat? Ja, 3000 tot 6000 kilo rozenblaadjes voor 1 liter rozenolie. Is duurder dan goud. Echt iets heel kostbaars. Maar je hebt er maar een paar druppels van nodig. En het is heel ontspannend. Het werkt echt in de diepte op het zelfvertrouwen. Voor mensen die zich niet lekker in hun vel voelen. Het is echt de liefde voor jezelf die die geur weer terugbrengt. En dan hebben we natuurlijk nog de rozenbottels. En rozenbottels, die kan je ook gebruiken. Misschien hebben jullie wel eens jam gegeten van rozenbottels. Of roosvisé, dat is ook op basis van rozenbottels. Alleen zit daar weer massa suiker in. En rozenbottels kan je gewoon rauw eten. Het is superfood, gratis. Maar je moet voorzichtig knagen. Want binnenin zitten allemaal pitjes met haartjes en die haartjes zijn heel irritant. Als je die tussen je kleren krijgt, dan krijg je vreselijke jeuk. Misschien heb je vroeger wel iemand ermee gepest. En als je ze in je maag krijgt, is dat ook niet zo fijn. Dus gewoon voorzichtig. Beetje eromheen eten. Echt lekker. Niet een bottel nemen met een gaatje erin, want dan heb je misschien een worm te pakken. Nou kijk. Als je rozenbottels gaat plukken, moet je wel altijd even opletten. Je knijpt er zachtjes in, dan moet hij ietsje zacht zijn, maar ook weer niet te zacht. En dan haal je hem eraf. En dit hebben we niet nodig, dat is de kroonkelk. Die kan er ook af, dus dan hou je dit over. Kijk, de klaproos is geen familie, maar de rozenbottel wel. En ja. Ik zie helemaal geen bloem bij de roos. En waarom is dan de rozenbottel wel een familie van de roos? Nou, kijk, die rozenbottels komen na de bloei. Dus eerst heb je de bloem en dat heeft deze plant ook gehad. En het is heel leuk, die wilde rozen, die hebben dus altijd ook nog jonge, verse rozen, terwijl ze al vruchten dragen. Nou, dan is er nog een hele belangrijke inhoudstof, vitamine C. Dat heb je nodig voor je weerstand en juist in de winter belangrijk. En daar zitten rozenbottels helemaal vol mee. Dan heb je nog de pitjes. En die pitjes, die gebruiken we wel in thee en die helpen om de groei van nierstenen en blaasstenen te voorkomen en zijn vochtafdrijvend. En in sommige rozenbottelsoorten, maar die groeien niet bij ons helaas, zit ook nog hele mooie olie. En dat is dan echt zo'n verzorgende olie voor de huid. En waar groeien ze wel? Zuid-Amerika. Voelt echt of ze loslaten? Ja, ik voel eigenlijk of ze loslaten. Als ze niet echt loslaten, dan ben ik gewoon te vroeg. En dan pluk ik ze niet. Want dan willen ze nog niet en dan maken ze ook geen rozenbottels. Dus door een beetje geduld, dan weet je zeker dat je het op het goede moment plukt. Ik zie deze die wil echt helemaal niet. Die zit helemaal vast nog. Nou, die wilde rozen zijn ontzettend lekker om zout mee te maken. En zout kan heel goed geuren conserveren. Dus als het dan droogt, dat blad, dan wordt het gewoon een heerlijke geur. En dat kan je gebruiken in een ruimte waar het gewoon niet zo lekker ruikt. Maar ook bij een zieke of op een wc. En dan zet je gewoon het potje open als je een lekkere geur wilt. En als je denkt van nou, zo is het wel weer mooi met de rozengeur, dan doe je deksel er weer op. En waar gebruik je Keltische zeezout voor, neem ik aan? Nou, dat Keltische zeezout hebben we geprobeerd, maar dat wil helaas niet. Want daar zit te veel vocht in, dat is erg nat zout. En samen met dat sap van die rozen wordt het een soort drapje. En dan ruikt het ook nog eens helemaal niet lekker. Dus ik ben toch teruggegaan naar de gewone zeezout, Atlantische zeezout. En wat je niet moet gebruiken, dat is yozo of het meeste zout uit de supermarkt. Want ieder zoutkorreltje, daar zit een antiklontenmiddel omheen. En daardoor kan je er eigenlijk geen enkel kruidenproduct meer mee maken. Nou, als je rozenblaadjes wil drogen, dan is het belangrijk dat ze mooi allemaal los liggen en dat er van alle kanten lucht bij kan. Dus ik doe het vaak in een mandje. Dan kan er van onder en van boven lucht bij. En dan doe ik het ergens binnen in huis, dus niet in een schuur of zo. En ik draai ze ook niet meer om, ze worden vanzelf droog. Nou, dit zijn dezezelfde blaadjes, ook van de bottelroos. En die heb ik gedroogd. Ja, het ziet er natuurlijk wel wat minder mooi uit, maar in een thee is het alsnog heel fleurig en ze ruiken verrukkelijk. Als je rozenbottels wilt gaan verwerken, kan je het beste eerst eventjes dat kroontje eraf halen, doormidden snijden
En dan komt het lastige stuk. Sommige mensen worden er knettergek van. Maar je schept dan met een spits theelepeltje alle zaadjes uit de vrucht. En dan hou je dit over. De vrucht zelf. En je houdt dit over de zaadjes. Die gaan we straks afspoelen. Die kunnen we ook gebruiken. Nou, en zo doe je het met alle rozenbottels. En kijk even goed tussen die zaadjes. Er zit wel eens een wormpje tussen. Als je niet tegen wormpjes kan, dan moet je dit door iemand anders laten doen. Hier zou bijvoorbeeld wel eens een worm in kunnen zitten. Deze is al ietsje verder. En de kunst is om dan niet al het vruchtvlees ook eruit te scheppen, want dan hou je alleen maar een schilletje over. Maar juist deze vlezige rozenbottels, die zijn veel lekkerder dan die kleine harde. Zo zien ze eruit als ze gedroogd zijn. Dus ze zijn wel wat minder mooi rood. Maar deze zijn ook al een jaar oud. Nou, dit zijn dus die rozenbottelpitjes. Daar zitten allemaal haartjes omheen. En die ga ik er even afspoelen. Gewoon onder de kraan. En dan een beetje wild roeren. En dan gaan al die haartjes tussen die pitjes uit. En dan ga ik ze daarna roosteren in een droge koekenpan. Heel zachtjes. Want anders gaan ze schimmelen. Dat is natuurlijk ook zonde. Het ziet er heel nostalgisch uit. Ja, maar die pan is ouder dan ik. Oh ja? Ja. Hoe oud is die pan? Nou, die is zeker een jaar of 100. En wat doe je met de pitjes specifiek? Nou, die pitjes die kunnen ook in thee. En dat is dan een vochtafdrijvende thee ook weer. En ook weer tegen gruis of steentjes in de blaas en in de nieren. En je kunt die pitjes ook malen als ze helemaal droog zijn. En dan krijg je een soort meel. En dan kan je cakejes mee bakken met gewoon meel erbij, hoor. Dat dan wel. Maar het is natuurlijk wel super spannend om je eigen rozenbottelpitjes cakejes te maken. Zijn die lekker? Ja, best wel. Ja, die rozenbottel is wel een beetje taai, maar het heeft ook wel wat. Het smaakt ietsje naar vanille in de verte. De rozenbottels zelf, als je die hebt ontpit, wat kun je er dan mee doen? Ja, ofwel je eet ze meteen op, je maalt ze fijn en je doet ze meteen door een toetje of op brood of wat dan ook. Nou, dit is gewoon een heel lekker hapje en als je het alleen al ziet, krijg je een goed humeur. Je kunt ze koken en dan met iets van een klein beetje zoetstof erbij, dan kokend heet in potjes net als appelmoes of zo. En dan heb je voor de winter je voorraadje. Je kunt ze invriezen. Een zoetstof als agave of honing. Ja, precies. Nou, honing zou ik niet nemen, want dat gaat helemaal kapot als je het kookt. Maar of je kookt ze, wat ik wel doe, is met klein gesneden dadels of een beetje abrikoos. En dan krijgen ze net dat zoetje van zo'n abrikoos. En dan maak je er een soort mousse van, een beetje water erbij. Ook lekker. En soms droog ik dat dan ook nog weer en dan heb ik een soort van droog reepje om in de winter te eten als krachtvoer. Want er zit natuurlijk allemaal vitamine C in. Ja, je noemt even zoetstof, maar dat is niet de chemische zoetstof, neem ik aan. Nee, dat is meer de zoete smaak. Precies. Dus die halen we vaak uit gedroogd fruit bijvoorbeeld. Dan heb je gewoon suikers die niet zo hard je lichaam inknallen en die langzaam opgenomen worden. En je kunt rozenbottels ook drogen, dan kunnen ze weer door de thee. En kun je ze drogen ofwel in de oven op de laagste stand, het gaat gauw te hard, op de verwarming als die aanstaat, of als je het hebt in de droogoven. Dat gaat natuurlijk het allermooiste. En wat heb je daar voor lekkers in je hand? Ja, hier heb ik gewoon rozenbottels gekookt en ik heb er een beetje kokos door gedaan en nog wat rozijnen. Kokosvet? Nee, kokosrasp en rozijnen. Ik heb gewoon geprobeerd om er een soort puree van te maken en toen gedroogd in de oven. En dit kan ik een hele tijd bewaren en het is hartstikke lekker. Het is een soort van krachtvoertje voor als je onderweg bent of zo. Heerlijk. Wil je even proeven? Ja, lekker. Ja, het is echt heel erg lekker. Mmm. Ja, hè? Niet gek. En je hebt even de eigenschappen ook genoemd dat het goed is voor het hart. Ja. Welk deel zou je dan daarvoor moeten gebruiken en wat doet het en hoe gebruik je het dan?
Nou, meestal gebruiken we dan ook weer de bloemblaadjes door thee. Maar je kunt natuurlijk ook alleen al kijken naar een roos. Dat is ook al een soort van ondersteuning voor je hart. En in de natuurgeneeskunde denken we vaak dat hartklachten ook samenhangen met dat je hartkracht eigenlijk in de problemen is. Dus daar kan je ook de roos bij gebruiken om te visualiseren dat je er zelf een bent, of te denken aan de geur, of je ermee te verbinden. En ja, het is gewoon een hele bijzondere bloem die van oudsher verbonden is met die hartskracht en met de liefde. Kun je ook iets voor de urinewegen doen met de roos? Ja, want de urinewegen die hangen eigenlijk samen met de liefde voor jezelf. Dus dat is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Door jezelf te ondersteunen gaat het vaak ook beter met de urinewegen. Juist bij urineweginfecties bijvoorbeeld. Ook thee drinken? Of ja, thee drinken, of rozenbottelsjam kan ook. Maar vooral de thee is ook heel goed van roos. Okay. Ja. En als je zelf olie zou willen maken van die pitjes? Nou, helaas groeien bij ons de verkeerde rozenbottels. Dus ik heb ze allemaal geprobeerd te persen. Er kwam echt nog geen druppel olie uit. Daar heb je speciale soorten roos voor nodig. En waarschijnlijk ook speciale machines die dat eruit kunnen persen. Jammer genoeg. Maar je kunt wel een soort van de rozengeur vangen door allemaal blaadjes van roos op een droge dag in olijfolie te leggen. En dan laat je dat een week staan, dan zeef je die bloemblaadjes eruit en dan gaan er weer nieuwe blaadjes in. Dat hadden we met de goudbloemen met de Sint-Janskruid ook laten zien. En als je dat 7 keer herhaalt, dan heb je een soort van rozenolie. Het is mij nog nooit gelukt, want dan zijn de rozen al lang weer uitgebloeid. Maar op zich, dat moet kunnen. Als je veel rozen in je tuin hebt, dan is het zeker het proberen waard. En als je het als zonnebrand zou willen gebruiken, hoe zou je dat dan moeten doen? Ja, voor zonnebrand ga je die blaadjes een beetje kneuzen met een deegroller. En dan leg je gewoon een laagje op de plekken waar je verbrand bent. En dan dek je het af met een doek of iets. Ja, dan moet je een beetje rustig blijven liggen, want anders vallen ze er natuurlijk weer af. En als je ontstekingen in je lijf hebt, wat zou je dan kunnen doen met de roos? Ja, dan gebruiken we ook weer thee van de roos. Die kan je drinken. Of wat je eventueel kan doen is rozenblaadjes in stukjes snijden en in water laten trekken en dan dat water drinken. Dat is dan niet echt rozenwater, maar het is wel heel verkoelend ook in het lichaam. En het smaakt lekker. Het is alleen niet houdbaar. En voor uitwendig, als je echt lekker de verstevigende kracht van roos wilt gebruiken, daar kan je wel rozenwater heel goed gebruiken. En dat wordt gemaakt, dat is eigenlijk een soort afvalproduct als je etherische rozenolie maakt en dat heet dan een rozenhydrolaat. Het is belangrijk om op die naam te letten, want als het gewoon rozenwater is, dat is meestal synthetisch en dat heeft niet dezelfde werking als het echte hydrolaat. Dat is heerlijk cool. Ik vond het heel verrassend deze aflevering, Saskia. Ik heb allerlei nieuwe dingen geleerd en ook nieuwe dingen geproefd. Dit is daar ook één van. Proost! Proost op onze gezondheid. Ja. En op die van jullie. Ik hoop dat jullie er ook wat van hebben opgestoken. Heel graag tot de volgende keer. Hoi, en vergeet niet, hè, rozenbottels plukken, het kan nu nog. Ja. Heel gezond. En vet lekker.